Goedemorgen, het is vandaag zondag 10 december en ik loop met Demi naar de bushalte, want wij gaan naar de stad en het sneeuwt! Oh my god, nee, hou op. Altijd, wij kiezen zo'n stomme dag uit, hè? Maar hey, maakt niet uit, wij zijn onderweg naar de bushalte. Wij lopen in de stad en het sneeuwt nog steeds. Het is echt heel erg glad en we komen er net achter dat het winterkermis is. Dus dat is ook nice. Maar ik gok niet dat heel veel dingen open zijn, want... Tik ik op zijn bel. Oké, ik gok niet dat... Kijk, ik gok niet dat heel veel dingen open zijn, want het zit allemaal onder sneeuw. Oké, dat was het geval. Maar wij gaan nou even naar de Mediamarkt, want ik moet even een nieuw glasplaatje op mijn telefoon laten zetten. En... ja, verder gaan we nog even shoppen en zo. Oh, ik viel bijna. Ondertussen heb ik een witte chocolade. Melk, nog iets wat het was. Witte chocolade, melk, deluxe, karamel of zoiets. Zij heeft een latte macchiato met cookie, nog iets. En ik weet niet wat nog meer. Witte chocoladesaus. En we waren net bij Mediamarkt voor een screen protector. Maar die hadden ze niet van iPhone 7. Oh my god, het sneeuwt fucking hard. Oké, we gaan even onze koffie opdrinken en dan gaan we even shoppen. Wij lopen in de zomer. Niet op YouTube zetten, ik zeg het. Zij loopt op haar blote voeten. De solo, omdat ze het koud heeft. De sokken helemaal nat zijn door de UGG. En we zijn nu op zoek naar warme, dikke sokken. Want die heeft ze wel nodig. En mijn neus... Kijk hoe rood mijn tenen zijn. Ja, en mijn neus is ijs en hij is koud. Bah. Ze heeft net sokken gekocht en zakjes gekregen. Zodat haar sokken niet meer nat worden. Nou, gaan we niet uitlachen. Wij zijn in Xenos en... Maar de mijne is wel hoog. De mijne ook hoor. Wij hebben unicorns op ons hoofd. We zijn op zoek voor Demi haar kerstsurprise-achtig dingetje. Allemaal cadeautjes, het is echt een hel. Ik was op zoek naar truien. Of een trui en ik kan het niet vinden. Ik ben het gewoon te lastig. Telefoonhoesjes te lastig om te vinden. En ik ben gewoon een lastig kind. Maar dit vind ik wel cute. Kopen deze? Ja. Hoe duur is die? Ik weet niet hoe duur. Ga maar niet filmen. Ik ben pis en ik heb de hik. En dit is lelijk en hier moet ik mijn geld aan uitgeven. Dan vind ik mijn mooie sokken nog mooier met die plastic zak erom. Eerlijk, dit is niet mooi. Dit is voor haar surprise kerstdingetje. Oh, hij is 6 euro. Hey, dan nog niet. Nee, ik vind het eerlijk dat zij dit wil. Nee, ja, ik vind het niet mooi. Nou, pak we deze nog bij de kunnen naar de kerk gaan. Dit kan echt niet. Oké, we zijn helemaal klaar. We zijn ondertussen 3 uur verder. Ik heb nog steeds niks gevonden, niks. Ik heb alleen een koffie gekocht. Ik ben echt goed bezig. En we zijn nu onderweg naar de Solo, again. Even kijken voor zo'n auto dingetje, voor haar. En zij heeft er mooie boomdingetjes gekocht. Dat is echt schrikkelijk. Ja, wij gaan nu naar de Solo. En dan denk ik naar huis en mijn voeten doen zoveel pijn in mijn snowboots. Dat is echt niet grappig. Ik heb zoveel blaren straks, denk ik. We zijn nu aan het lopen naar KFC, want ik moet even naar de wc en iets te happen pakken. En ik heb alsnog 2 dingetjes gekocht bij de Solo. Die zal ik zo meteen thuis even laten zien. Zij heeft ook nog 3 dingen gekocht bij de Solo. Ik weet niet hoeveel. En dan gaan we eventjes iets te eten pakken. En het begint opeens heel hard te regenen. Hell no. Oh my god. Wij zijn onderweg naar hier, dat Pieter Vreedplein. Want Jeroen is zo lief om ons te komen ophalen. Want anders moeten we nog tot 6:30 wachten op de bus. En moeten we helemaal naar Centraal Station lopen. En dat is echt dik 20 minuten lopen. Zij is zo lief om ons te komen ophalen. En mijn voeten doen zoveel pijn. Dat is echt niet grappig. Dus nu op richting huis.
Ik ben weer thuis en ik heb mijn dekentje aangetrokken die ik in de vorige video heb laten zien. Demi is ondertussen ook weer naar huis. Het was super gezellig in de stad. Ik hoop dat de video wel een beetje leuk is geworden, want ik had voor mij naar mijn idee niet heel veel gefilmd. En wat ik filmde waren we, ik weet niet of jullie de video leuk vonden. Ik hoop natuurlijk wel, maar ik vind hem in ieder geval wel heel leuk, denk ik. Want ik vind het altijd super leuk om terug te kijken. Maar ik had nog een aantal dingetjes bij de Solo gekocht. Eigenlijk gewoon twee dingetjes. En die wil ik even aan jullie laten zien. Als eerste deze lieve hondje. Ik vond deze zo schattig. En deze ruikt zo lekker. Hij ruikt een beetje naar... Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Hij ruikt gewoon super lekker. En deze was volgens mij €1 bij de Solo. En dan heb ik nog hele leuke sokken gekocht. Deze waren echt super leuk. En Demi's sokken waren dus helemaal nat geworden. Omdat er UX water in kwam. En toen had ze deze sokken gekocht. En toen later gingen we weer terug naar de Solo. En toen dacht ik van, nou wil ik die sokken eigenlijk ook al hebben. Dus toen heb ik deze sokken ook gehaald. Ik vind ze ook super schattig. Met het beertje erop en letters. En deze ga ik zeker vaak dragen. En ze zijn ook lekker warm. Dus ja, als deze echt super lekker zitten, ga ik er nog meer halen. En deze sokken waren €2,50. En er is dus een paar dikke sokken aan. Dus dat is ook nice. En een heel lief beertje. En ja, het is nu 8 uur. Ik heb echt ijskoud. Oh, dat is echt niet goed. Ik hou echt niet van deze sneeuwachtig weer. Bah, vind ik echt niet leuk. Geef mij maar gewoon lekker zomer. Maar ik ga even mijn pyjama aandoen. En dan ga ik heel snel dit dekentje over me heen trekken. Een ander deken over me heen trekken. En mijn dekbed over me heen trekken. En in mijn bed liggen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Ho! Blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!